We zijn hier in Rosmalen, Noord-Brabant. En dit is de start van de Politieke Verplantdagen. We zijn heel blij om hier te zijn met tientallen vrijwilligers. En wat mij betreft komen er nog honderden bij. Meer Bomen Nu is een landelijke campagne om kansarme zaailingen te verhuizen naar kansrijke plekken. Iedere boom maakt jaarlijks honderden zaailingen aan en heel veel daarvan staan op plekken waar ze niet groot mogen worden. Het is eigenlijk een hele circulaire, duurzame bron van gratis plantgoed. Dus als we gebruik maken van wat de natuur ons gratis geeft, kunnen we heel snel heel veel bomen planten. En in die zin is het dus een hele makkelijke manier om met eigenlijk opschot op een stuk land wat vrij is, veel meer bos te creëren, hier ruimte voor de bestaande bomen te houden en daarmee hier ook een gezonder bosmilieu te krijgen. Dus het mes snijdt aan verschillende kanten. Het kost eigenlijk alleen menskracht, vrijwilligerswerk. Zijn mensen bereid dit te doen op een zaterdagmorgen en steken en vanmiddag weer planten? Want ze mogen natuurlijk niet lang boven de grond staan. Een van de mooiste oplossingen die er is tegen de slechte luchtkwaliteit, om de biodiversiteit te redden, om klimaatverandering tegen te gaan, is het planten van bomen. Wij zijn in Europa bezig met een aantal wetten die hier enorm aan raken. En voor mij is het heel belangrijk, ik heb niet voor niks van jullie folders gekregen in het Frans, Duits en het Engels. Die neem ik mee, die ga ik concreet aan een paar collega's geven. Collega's die overal in Europa wonen. Want ik denk dat jullie project perfect op andere plekken in Europa ook uitgevoerd kan worden. Misschien kan ik ook ergens bemiddelen of jullie linken met andere organisaties. Want uiteindelijk kunnen wij in Europa allerlei concrete of allerlei plannen maken over 3 miljard bomen of 4 miljard bomen. Maar alles moet van onderop. En dit soort initiatieven helpen daar enorm bij. Als je houdt van met je laarzen in de aarde staan, ga dan ook zeker meedoen in komende weken om bomen eruit te halen. Want het is ontzettend gezellig en het geeft een hele leuke groene energie. En het gevoel dat je echt iets doet voor de natuur en het klimaat. En ik ben ook vast van plan om dit verder te brengen. Dus om binnen GroenLinks te zorgen dat dit iets is wat we met allerlei afdelingen in elke dorp en in elke stad in Nederland kunnen doen. Ik heb zelf een hazelaar gescoord en die ga ik in mijn eigen tuin zetten. Politiek is niet alleen praten, maar ook vooral doen. En zo krijgen we echt miljoenen bomen erbij in Nederland en dat is iets waar ik al heel lang voor pleit. Daarmee hopen wij een mooie bijdrage te leveren aan een schonere lucht hier in Brabant. En in heel Europa, natuurlijk. Zeker. Elke boom is een klimaatkampioen. Blijf niet zitten met je klimaatstress, maar kom in beweging. Kom van de bank af en help mee met planten. Doe mee, kan vandaag, kan in de komende periode nog vele momenten hier in Brabant en voor de rest in Nederland. Kijk op de site van Meer Bomen Nu.